De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, meldt in een persbericht dat ze met man en macht werkte om de verstoring in de regio-operatie spoedig op te heffen en deze in goede banen te leiden. De SLM heeft het afgelopen weekend tijdens het vertrek vanuit Aruba problemen ondervonden waardoor passagiers op het eiland moesten blijven. Deze zijn zondagavond terug naar Suriname gevlogen. Volgens geplande onderhoudsactiviteiten zou de Boeing 737 gisteravond reeds worden ingezet. Echter heeft een ongeplande technische storing in Miami gezorgd voor het uitlopen van het onderhoud, waardoor de vluchtuitvoering geen voortgang kon vinden. Het is momenteel moeilijk voor het inhuren van een vervangend vliegtuig in deze vakantieperiode, omdat een soortgelijk vliegtuig niet beschikbaar is.